En er staat een van zijn beroemde schilderijen ook in. En we gaan nu even kijken of we die plek kunnen vinden waar dat schilderij gemaakt is.
weet eigenlijk helemaal niet wat we gaan zeggen nu. Iets over Jan Mankes. Ik had een leuk boek gekocht over Jan Mankes. Momentje hoor. Even door de bermen rijden. Sure. En er staat een van zijn beroemde schilderijen ook in. En we gaan nu even kijken of we die plek kunnen vinden waar dat schilderij gemaakt is. Ik hoop dat het lukt. Zijn ouders verhuisden naar de gemeente Heerenveen. In de buurt van de Kniepen. En hij kwam eigenlijk uit Den Haag. Waar hij veel duinen schilderde en ook stad en zo. Maar hier heeft hij pas door op zijn wandelingen door de natuur. Heeft hij pas natuurschilderen echt ontdekt. En is hij zeg maar. Eigenlijk net als ik. Ik ben ook verhuisd naar de gemeente Heerenveen. En door het wandelen in de natuur heb ik hier het natuurschilderen ontdekt. Oh. Alleen ik ben niet zo goed en niet zo beroemd. We zijn nu in het meer. Hier woonde Jan Mankes. Maar ja, waar? Dit is dus de Woudsterweg vanuit het meer naar Oranjewoud. Dit is de plek van die foto. Of van de, sorry, van de schilderij. Dit? Ja. Maar of misschien verderop, maar in ieder geval. Waar zijn die hele hoge bomen dan gebleven? Omgewaaid. Ik denk dat het daar is. Thank you.